Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er zijn ook vele wegen die naar Borger leiden. Naam is Kasper. Welkom bij de Zolle Borger Zolle Tourrit van 2024. Ja, het wordt een beetje standaard, hè, zal ik maar zeggen. Als we in Nederland blijven, komt die wel weer tevoorschijn. Volgens mij is dit de vierde keer dat wij de Zolle Borger Zolle Tour hier op mijn kanaal neerpleuren. Zo, daar was die. Goed, wij verlaten mijn prachtige appartement hier in Zolle-Zuid. En we gaan het eerste stukje rijden naar Weijen en dat rijdt. Echt wel. En eindelijk was het een keer mooi weer. Ook dit is tevens de start van het nieuwe seizoen van het kanaal Deskem Zwolle. Op naar de 600 abonnees. Er komen ook weer nieuwe videoseries, nieuwe game videoseries voorbij. Dus houd het kanaal in de gaten. Geef een lel op die bel, blijf op de hoogte. Uiteraard komen de livestreams weer op de vrijdagavond tevoorschijn. Kortom, nogmaals, hou het kanaal in de gaten. We draaien hier zometeen de Hollandse weg op. En we gaan eerst even tanken. Dus ja, zonder benzine kom je niet ver, zou ik zeggen. En vervolgen wij onze weg naar het mooie plaatsje Weijen. Ik zat nog te denken om door Weijen heen te gaan. Je kunt eigenlijk op twee manieren door Weijen heen. Of door Durp. Of gewoon buitenlangs. Maar ik heb voor buitenlangs gekozen. Ah, oh, jammer. Ja, jammer. Ja, zo jammer. Gewiste kans. Echt zo jammer weer. Nou, hier rijden we weer langs bij een appartementje. Hoi, doei. En de bus staat behoorlijk op de weg. Schuld weinig. Sensatie zoeken. Oké, we gaan eerst even tanken. En ja, tanken doen we even bij de Fire Zone. En dat is tegenover het Zandhovenbos. Waarom nou weer in godsnaam naar Borger toe? Mijn zus, zwager en nichtje zitten daar op de camping. Daar gaan we dus nu ook naartoe. Daarvoor zie je garagebedrijf Dingering. We hebben ook een succesvol tractorpoolteam. En hier draaien wij de Fire Zone op. Ja, het is tegenwoordig de Esso Express geworden. Hoe was het de Fire Zone, maar het is nu Esso Express. Nou, dit doen we dan even zo meteen in vogelvlucht. Kijk, ik zit hier mijn auto neer. Plop. Nou, een beetje reclame. Kan ook geen kwaad. En ik kom dan vogelvlucht. Plop. Zo, weer acht. Ter het stuur en weer 70 euro lichter. En we rijden weer door. Rechts nog het voetbalterrein van SVI. En hier verlaten wij het tankstation van de Esso. Esso Express. Ik heb hem even expres volgetankt. Ja, doe maar. Oh my. Jonge. Is wat. Rijden we door. Hollandse weg. Zometeen de rotonde ging je nou naar rechts toe. Ga je richting mijn ouderlijk huis. Daar word ik niet meer. We gaan nu gewoon lekker recht door. Oh, fietser. Ben je naar bonus? Nee joh, geintje natuurlijk. En we rijden dus nu hier weer verder. Hier is nog busstation, bushalte. Bus naar Deventer. Oftewel Deventer. De Deventer zei. En dan draaien wij zometeen de Weijense weg op. Wat een originele naam voor een straat. Weijense weg. Echt. Wie heeft dat nou weer verzonnen? Echt ongelooflijk. Daar gingen we nog even onder de stroommasten door. Daar zie je ze ook nog liggen. Dat zijn nog de stroommasten van de oude ijzercentrale.
De ijzercentrale is nou gesloopt. Er zit nu wel een groot zonne-energiecentrum, zonnepanelen. Maar de ijzercentrale is niet meer. Zo, op de Weijerseweg, op naar Gouda. Ja, Weijen natuurlijk. Oh ja. Eerste dorpie, wat we voorbij komen, is zometeen het mooie dorp Winnesheim. Jawel. Eerst het prachtige, mooie landschap. Net buiten Zwolle. Waar je de koetjes kunt zien grazen. Waar de paden in de wei lopen. Waar de vogels kunnen landen. Waar de zwanen kunnen dansen in de wei. Volgens mij heb je niet veel, heel veel gesprekstof, volgens mij. Nee, dat klopt ook. Tja, waar rijd je nog door? Ik vind de videoopname wel weer schitterend hoor. Eindelijk een keertje geen regen. Hoe vaak krijgen we wel regen onderweg als wij een tour gaan maken? Heel vaak. Ik geef een voorbeeld aan Ameland Trip. Wil je die trouwens even terugzien? Dan kan dat hè. Ameland Trip, de heenreis, staat op mijn kanaal. En ook ritjes op het eiland. En wij hebben ook de vuurtoren bezocht. En natuurlijk ook niet vergeten de bunker van Ameland. Kortom, je vindt alles terug hier op dit kanaal. En nu bevindt zich aan de rechterkant Winnesheim. Prachtig dorpje. Gelegen aan de voet van de IJssel. Echt, hou op Casper. Maak hem zometeen een flauwe bocht. Wat zit hier nog meer in de buurt hier trouwens? Dus kijk wat hier nog in de buurt... Ja, landgoed Winnesheim. Dat is trouwens ook nog een... Als je bij Winnesheim trouwens naar rechts ging... rij je natuurlijk door het dorp heen. Gewoon de weg volgen. Op een gegeven moment ga je het spoor over. En net na het spoor zit een kleine parking. En daar kun je je auto neerzetten. En dat kun je daar in dat gebied ook mooi wandelen. Want ook Winnesheim heeft een soort... Ja, dat is het. Huis te Winnesheim. Het is een kasteel. Dus die kun je dus bezoeken. Dus Winnesheim, dropje, volgen, gewoon met de weg mee. Net over het spoor heb je een kleine parking. Daar kun je je auto gratis neerzetten. En dan kun je dat kasteel, kun je hem niet bezoeken volgens mij? Nee, het is niet toegankelijk voor het publiek, zie ik. Maar wel mooie looproutes. En dat kasteel krijgt een 4,4. Want we houden natuurlijk ook weer de reviews in de gaten. Dus, even een aanrader, tip van Flip. Het kasteel van Winnesheim. Wij gaan zo meteen het spoor over. Dat is de spoorlijn Zwolle naar Deventer. Of Deventer terug naar Zwolle met als stopste Weijen en in Oost. En dan gaan wij een beetje op de dijk rijden. Dan wordt ook de weg in een keer Rijksstraatweg. Hier zie je ook al dat de mais omhoog komt. We passeren hier nog wat boerderijtjes. Ja, boerderijtjes, zeg maar gerust boerderijen. Dat zijn best huizen wat hier staan hoor. En dan zometeen draaien we dus een beetje met een flauwe bocht naar rechts toe. Dat is hier zo. Zo, even een geluidseffect erbij. En dan draaien we hier dus inderdaad naar rechts. Sturen we naar rechts. En hier gaan we dan het spoor over. Helaas geen trein. Jammer. En dan... Dit is de spoorlijn Zwolle-Deventer-Deventer-Zwolle. Er zit gelijk hier aan de rechterkant straks ook een parking. En dan kun je ook vanaf die parking kun je eventueel fietsen. En dan kun je de hele dijk af fietsen.
En dan kun je ook bijvoorbeeld naar... Ik moet even goed kijken hoor. En hier zit de parkeerplaats. Ja, dan kun je naar een Herksen. Ja, Herksen. Plaatsje Herksen. En dan kun je weer terug fietsen. Kan ook. Hier zitten nog een paar parkings. En dan hebben we straks het dorpje Weijen. Als je in de buurt bent, ook stond meteen bij de rotonde. Bij de eerste rotonde in Weijen kun je ook gelijk naar rechts toe. Het is een soort camping wat ze daar neergezet hebben. Die weg leidt ook naar de pont van Weijen. Dan kun je met de pont over naar... het is plaatsje Vochten. Maar ook Winnes of Waterveld ligt in de buurt en Heerden. Maar op die parking, die weg is ook een parking. Daar kun je ook even alles neerzetten. Er zit ook nog een restaurantje. Terras de Loswal. Maar ook daar kun je even heerlijk toeven, zo maar zeggen. Dat is een leuk plekje. Ga ik ook vaak heen als het hoog water is. Kun je ook mooi hoog water bekijken. En ook zit daar een camperplaats. Loswal Weijen. Daar kun je volgens mij een dagpakje daar staan. Voor mensen die op doorreis zijn. Het is niet zo'n hele grote camping. Ja, het is eigenlijk gewoon een plek. Waar je eventjes, even tot rust kunt komen. Of dat je even een nacht kunt daar overnachten. Letten we op, er zitten geen stroomplekken op die camping. Dus je moet de stroom dus ergens anders halen. Dat bevindt zich zometeen allemaal aan de rechterkant. Dan heb je een prachtig uitzicht over de IJssel. En daar kun je leuk eventjes toeven. Of eventjes de nacht doorkomen. Als je tenminste een camper hebt. Nogmaals, er zitten geen stroomplekken. Het restaurantbootje is heerlijk genieten, zegt hij. De Loswal krijgt een 4,2. Zeer goed restaurant, kun je prima eten en drinken. Prima bediening, heerlijk brood bij de saté kroketten. Lekker biertje gedronken en bitterballen gegeten. Oftewel, dat is restaurant De Loswal. Dit zit nu aan de rechterkant. En hier zit ook die camping. Camperplek. Nu naar rechts. Gebouwtje aan links is het gemeentehuis van Weijen. Wij gaan nog een klein stukje door, maar we eindigen deze video weer. Volgende week gaan wij naar Ruilte toe. Jullie danken voor het kijken van deze video. Vergeet niet om te abonneren. En geef een leuke bel. Dan blijf je op de hoogte van de video's die ik hier op dit kanaal zet. Mensen, tot de volgende. De groetdoedels en een dikke dag.